Ik ben altijd heel vereerd bij al die woedeaanvallen, dat geschuimbek van de mensen die kwaad op me worden. Ik begrijp niet dat mensen zich zo verlagen, althans blijkbaar zo serieus nemen. Maar goed, dat is hun probleempje. Hoe doorgrond je columnist, regisseur en ruziezoeker Theo van Gogh? Voor een pas verschenen biografie dook Jaap Cohen 7 jaar lang in zijn leven. Hij hield wel heel erg van Amsterdam. Hij was ontzettend blij dat hij uit Wassenaar, waar hij was opgegroeid, het Kakdorp, dat hij op zijn 17e naar Amsterdam ging. En dat hij hier echt in de grote stad, daar was hij wel echt op zijn plek. Een van de eerste plekken waar hij woonde was de Brouwersgracht, aan de rand van de grachtengordel. Dat vond hij eigenlijk wel een heel interessant stukje Amsterdam. Hij hield altijd bij met wie bevriend was, met wie de vetes hadden. Het was natuurlijk ergens geen typische grachtengordelbewoner, ook alleen al de manier waarop hij eruit zag natuurlijk. Hè. En hij was er altijd tegenaan aan het schoppen. Want schoppen en relletjes trappen, dat deed Van Gogh graag. Onzin. Ik was totaal niet agressief. Ik was juist niet agressief. Ik was juist heel erg mild voor mijn doen. In zijn columns en in tv-optredens sart hij en treitert hij. Het geloof, met name de islam en politici, moeten het regelmatig ontgelden. Die democratie is niet voor ons. Dat is jouw stemadvies? Ja, zeker. Nooit meer gaan stemmen. Als de democratie zo zwak is dat we fortuin niet in leven kunnen houden op een fatsoenlijke manier in een fatsoenlijk debat, is die democratie van Melkert en al die types en niet van ons. Zo denk ik erover. Af en toe word je daar natuurlijk wel een beetje moe van. En ik dacht ook vaak van, ja, waarom doe je dat nou? Maar het gestrekte been van Van Gogh, stelt Cohen, was zijn manier van contact zoeken, gezien te worden. Ja, altijd reactie. Hij was altijd op zoek. Hij had een enorm empathisch vermogen. Daarom zijn zijn interviews eigenlijk ook altijd zo goed. Hè? Hij wist meteen in een paar vragen wist hij door te dringen tot mensen. Wat is de grens? Ja, die grens is er niet. Ik denk dat ik altijd wel door blijf gaan. Werkelijk? Ja. Begrijp ik niet. Er zijn toch belangrijke dingen in het leven dan Steve Brown en een aantal andere typjes? Die interviews zijn fantastisch. Die zijn echt, ik vind ze ontzettend goed. Ik denk dat hij een van de beste tv-interviewers is uit de Nederlandse geschiedenis. Minder bekend van Van Gogh zijn zijn brieven aan vrienden en geliefden. Stapels las Cohen er. Dat hij er zoveel schreef en ook zulke ja, fantastische brieven, dat heb ik niet geweten. Echt ontroerende, lieve brieven aan de ene kant, maar ook aan de andere kant natuurlijk van die snoeiharde brieven waarin die mensen helemaal kapot probeerden te maken. Bijna 20 jaar nadat Mohamed Bouyeri hem vermoordde, is er nu dus een biografie. Even lijvig als Van Gogh zelf. Het is, zegt Cohen, geen hoera-verhaal. Ik heb die biografie niet uit bewondering, maar meer uit verwondering geschreven. Dus ook al zijn kanten komen erin terug. Maar dit is natuurlijk uiteindelijk wel, ja, ik denk dat dit hem wel is, het boek. Of tenminste, dat ik dichterbij ben gekomen, laat ik het zo zeggen.